ik lees vooraan Fatima, die is 6 jaar inmiddels geworden, en aan Mozen, die nu ruim 1,5 jaar is. Meestal lees ik 1 keer in de week voor, hebben we vaste dag dat we afspreken. En dan lezen we meestal een boekje, we doen een spelletje, een uur, 1,5 uur. Hoe heet die spelletje weer? Dat weet ik ook niet wat jij bedoelt. Ik bedoel die kaarten, dan moet ik 4 van vinden. Oh, kwartetten bedoel jij? Ja, we gaan ook kwartetten. Dat vond jij heel leuk. Fatima was nog niet zo lang in Nederland en ik kwam in het gezin. En ik miste toen een beetje structuur. En toen las ik in de krant dat de voorleesexpress, dat je die kinderen kon aanmelden. En toen dacht ik van, dat is een leuke om te doen. Van de 2 begeleiders krijg je ondersteuning. En je kunt elke sessie kun je voorbereiden, digitaal. Het is gewoon heel mooi om te doen. Papa had me verteld dat Fatima heel veel moeite had als hij voorlas. Om dat goed te volgen. Fatima vindt het leuk om zelf boekjes erover te vertellen. Toen dacht ik van, in het begin ging het heel goed als ik het deed, maar later deed ze bij mij net als bij papa. En toen zijn we begonnen met meer spelletjes erbij te doen, heel veel benoemen. Wat is dit? Wat zie je nu? Hoe noem je dat? En daardoor waren we ook bezig met taal, maar op een manier die jij leuker vond. Ja. Ik ga met plezier naar het gezin toe. Ik leer over hun cultuur. Ik vertel hoe wij dingen doen. En ja, ik heb er heel veel aan. We hebben nu 20 keer voorgelezen. En ik denk dat we zeker blijven lezen. En Mozen komt er weer aan. Dan ga ik het rustig mee doen. Het is gewoon leuk om te doen. Als ik op groep 3 alle letters kan lezen, dan kan ik al lezen. Ja, dan ga je mee voorlezen. Dan ga je mee voorlezen. Dat is leuk. Voor ons is het heel belangrijk dat de kinderen kunnen gewoon goed lezen. En ja, ik wil niet dat mijn kinderen gewoon op school gewoon achterlopen. Dus ja, het is belangrijk dat ze de taal heel goed kunnen beheersen. We hebben veel nieuwe woorden geleerd. En letters ook. Ja, gewoon de structuur om nog met kinderen iedere dag nog een half uur even met de televisie of met boeken. Of ook vaak naar journaal kijken. Dat is ook voor Fatima en voor Mohsin ook belangrijk. En we hopen ook dat Ria ook lang bij ons blijft.